Agnes Daniel, korpschef van het Korps Politie Suriname, zegt dat 2016 het jaar van uitdagingen is geweest. Het heeft een grote aanslag op haar creativiteit en geduld gepleegd. Als korpschef heeft ze te maken gehad met de bezuinigingen die de regering heeft doorgevoerd. En dat is van invloed geweest op alles dat het korps gepland had. Daniel zegt dat niet alle gestelde doelen in 2016 zijn gerealiseerd. Een van de doelen die wel bereikt is, heeft met de interne organisatie te maken. Zeker als we kijken naar het KPS, is een organisatie waar er op jaarbasis heel veel investeringen moeten worden gepleegd. Alleen maar als je kijkt naar de continuïteit van het bedrijf. Ik praat over bijvoorbeeld onze auto's, onze voertuigen. Je hebt een hele grote aanslag op ze, want we zijn een 24-uurs bedrijf. Maar daarnaast ook andere randvoorwaardelijke zaken om de afdelingen in staat te stellen hun werk te doen. Dus we hebben veel niet kunnen realiseren. We moesten gewoon proberen om de minimale dienstverlening te kunnen garanderen. Dat is het verder aanscherpen van de integriteit. Daar zijn we redelijk goed in geslaagd. Ook de mensen die in de andere lagen van de organisatie zitten, hebben zich op dat stuk echt goed van hun taak gekweten en hebben rapportages en dergelijke met betrekking tot niet-integer gedrag. Die zijn wel consequent doorgestuurd. Dus een van de doelen die we zeker bereikt hebben, is de verdere aanscherping van de integriteit. Daniel denkt niet dat het imago van het korps door individueel gedrag van agenten beschadigd is. In 2016 is wel een aantal medewerkers buiten functie gesteld vanwege plichtsverzuim. We leven in een glazen huis als KPS, we ogen veel bekijks, we staan midden in de samenleving. En van politiefunctionarissen wordt nu eenmaal verwacht dat zij boven andere burgers nog meer hun integriteit laten blijken. En zodra één functionaris terecht of onterecht onderwerp van gesprek is, heeft men de neiging om te generaliseren naar het korps toe. Maar we willen niet zeggen dat het imago slecht is. Het kan altijd beter, maar we proberen daarom, en daar hebben we de medewerking van de samenleving heel hard nodig, om daar waar politiemedewerkers een gedrag tentoonspreiden wat niet past binnen het beroep, om daar melding van te maken, zodat we de zaak kunnen onderzoeken. Maar ik moet ook erbij zeggen dat niet altijd wanneer mensen meldingen doen, dat het inderdaad zo is dat die politieambtenaar iets verkeerds gedaan hebben. Maar het gedrag valt natuurlijk niet altijd goed te praten ook. Dat was Agnes Daniel, korpschef van het Korps Politie Suriname. We spraken haar vandaag op het bureau aan de Duisburglaan. Daniel zegt dat een van de prioriteiten voor 2017 de criminaliteitsbestrijding is.